Ik denk dat we het niet over de VS kunnen hebben op dit moment zonder het over Trump te hebben en zonder het over Black Lives Matter te hebben. En ik weet niet hoe goed je... over Trump kun je denk ik wel het een en ander vertellen. Ik weet niet zo goed hoe je in de Black Lives Matter beweging zit op dit moment. maar laat ik hem gewoon heel plat erin gooien. We zijn over begonnen. Denk je dat Trump een kans maakt op herverkiezing? Ik denk dat hij nog steeds een kans maakt op herverkiezing. Ja, dat denk ik wel. Ondanks de ogenschijnlijk catastrofale manier waarop hij omgaat met deze demonstraties. Ja, omdat... kijk, alles is onvoorspelbaar op dit moment. Dus als je terugdenkt naar het begin van het jaar, dan hebben we al gehad impeachment, corona, protesten. Ja, impeachment, ik was het al helemaal vergeten. Nee, ik bedoel maar. Ja. En het gaat van crisis naar crisis en van moment naar moment. En elk moment is bepalend. En bij alles wat er gebeurt, krijg ik ook deze vraag. Dus dat is ook alweer... Het zegt ook iets over ons, denk ik. Want dat elk moment zou toch zomaar het bepalende moment kunnen zijn. Hmm. Nog 4 maanden tot de verkiezingen, of 4,5. Dat is echt een hele lange periode waarin er nog een heleboel kan gaan gebeuren. Het belangrijkste is op dit moment, denk ik... Er zijn 2 dingen heel belangrijk. De economie is het eerste. Hmm. En de belofte van de president was al... Hij voor corona, voor Black Lives Matter... ging natuurlijk altijd over de economie. En hij had ook de comfortabele wind van de economie in zijn rug. En als mensen het goed hebben, dan zijn de andere dingen ook wat minder belangrijk. En nu is zijn boodschap, we gaan voor de great American comeback. Dus hij zegt eigenlijk, ik heb het 1 keer gedaan, die economie tot iets fantastisch opbouwen. Heeft hij het gedaan? Nou, daarover verschillen de economen allemaal totaal van mening. Ik durf je dat eigenlijk gewoon nog steeds niet zo goed te zeggen. Ik ben ook geen econoom. Hmm. Hij heeft volgens mij een aantal maatregelen genomen waar mensen heel erg blij mee zijn die het goed doen. Maar de vraag is, als je daar iemand anders had neergezet, was met de economie volgens de economen ook vrij goed gegaan. Dus ik durf je dat niet te zeggen. Wat ik zie is vooral dat mensen het wel aan hem toewijzen. Ja, daar gaat het dan uiteindelijk over. Veel mensen vinden ook dat hij dat goed heeft.